Eva vraagt zich af. Wat vond u van de avondvierdaagse? Dat is inmiddels 16 jaar geleden. Zoiets. 10 jaar geleden, ja. Was het toen anders? Hoe ging het voor u? Nee hoor. Nee, je zet gewoon eerst je ene voet vooruit en dan die andere. De pepermuntjes met citroen of met sinaasappel, kan ik me nog goed herinneren. Met een zakdoek erom, die kregen we dan mee van onze ouders. En dan kregen we dat. En dan dekstro en dan ging je de hele avond lopen en liedjes zingen. In die tijd had je geen snoep, was het alleen een medaille en later zo'n cijfertje erop en dat soort dingen. Ik heb ooit wel eens een bloemetje gescoord toen. Ja. Maar nogmaals, dat ik zeg, dat is lang geleden. Ja. Ik vond het als kind echt helemaal te gek, ja, de avondvierdaagse. Dat vond ik echt top. Ja, lopen ze al elk jaar weer door de straat. En dan denken wij van, jammer, we kunnen de deur niet uit. Want het is druk in de straat. Ja, dat is toch vet leuk? Een beetje zingen en schreeuwen en een beetje lopen. En dan mag je over de weg en dan moeten alle auto's weg. Dat is toch vet? En je krijgt natuurlijk aan het einde, staat al je vrienden en familie staan langs de lijn. En dan krijg je snoep en zo. Nou, daar doe je het voor. En voor gewoon een gezellige tijd te hebben. Ja. Dus ja, precies. Stapels snoepkettingen die gedragen worden, vind ik behoorlijk overdreven. Is er dan ook heel veel snoep? Ja, ik stop mijn zusje er vol mee. Ja, ik heb nooit ervaren dat het echt zijn we er nou nooit niet. Ja, als het een keer goed regende of zo, maar nee, zo heb ik dat vroeger niet ervaren. Ja. Nee, ik moet zeggen, ik vond het ook altijd wel erg leuk. Ik vind het altijd wel leuk om mee te doen. Waar ik vandaan kom, een klein dorpje, daar deden ze dat altijd. Ja, waar kom je van? En Barneveld. Ja. Dus daar, ja. En je hebt altijd vrienden en neven en familie die er meedoen. En ja, dat is altijd heel leuk om mee te doen. Sommige kinderen lopen helemaal krom van al die kettingen die ze moeten sjouwen. Ja. Dat vind ik behoorlijk snel. Als kind zou ik denken van, wel lekker altijd snoep. Dat ze gespekt worden om daarmee. De helft van de snoep die gooi je dan weg of die vind je helemaal niet, zelfs helemaal niet lekker? Nee, we hebben het vaak ook in de klas verdeeld voor de mensen die niet meeliepen. En wandelen is ook goed, toch? Ik bedoel, ik vind het ook goed dat voor een soort scoutingachtig marcheren. Ja. Dat is wel goed. Dat is, ja, het is wel beter dan, een beetje rondhangen of zo.